Ik ben Anna van Terug naar Eden. En nu is het maar tijd dat we een filmpje maken over de poes. Ze heet Sipi. En Sipi die heeft in de gaten dat het melkseizoen weer begonnen is. En iedere keer als ik dan het melkkannetje binnenkom, dan begint ze met mauwen. Ze mauwt niet veel. Maar als ik dan met het melkkannetje binnenkom, dan laat ze wel van zich horen. Zij krijgt altijd de restjes van wat uit de filter komt. Ga je eens mooi mauwen dan? Ja, lekker hé. Kijk eens. Dan hier wat lekkers. Dan hier wat lekkers. Ik krijg amper de tijd om het op het schoteltje te doen. Dan heb ze altijd de kop er al voor. Zo lekker vindt ze dat. Kijk eens, Sip. Kijk eens. Zo gaat het dus twee keer per dag. Mensen in de gaten hebben dat ik klaar ben met melk, komen ze er weer aan. Laat ze van zich horen en dan krijgt zij het laatste restje uit de filter. Nou, Sipi heb ik gevonden als heel klein poesje in de geitenstal op de boerderij waar we vroeger woonden. En ze is daar op de boerderij geboren, dus was vanuit een wilde poes die daar rondliep. En de boerderijkater was de vader van Sipi, tenminste daar ga ik dan vanuit. Omdat ze ook qua gedrag en qua aftekening heel veel op de boerderijkater lijkt. Maar ze had een oogje dicht en ik denk dat ze een beetje op de leeftijd was dat moeder haar ook min of meer verstoten heeft. Dat ze op zichzelf moest staan en dat ging dus helemaal niet goed. En het is dat ze zo ziek was dat ze niet voor mij weg kon lopen toen ik haar wilde pakken. Want anders, ja, de katjes zijn natuurlijk wild, krijgen ze niet te pakken. Anders had ik haar niet kunnen redden. En nou, ik heb toen haar oogje verzorgd. Nou, ik was net toen ook met melk klaar, dus ik heb gelijk een beetje warme geitenmelk in een spuitje gedaan. En dat heb ik haar toen aangeboden. Nou, haar maagje begon te knorren. En toen ik haar wilde pakken, als kleine kitten, toen, ja, toen blies ze wel naar me. Maar ja, zoals ik al zei, ze was te ziek om weg te lopen. En dat is eigenlijk de enige keer dat ze naar mij geblazen heeft. En toen ze dat flesje met verse melk kreeg, toen, ja, volgens mij hebben ze mij toen als moederpoes geaccepteerd of zo. Want sindsdien is het dus niet meer bij mij weg te slaan. En nou ja, het oogje is toen weer beter geworden. En later zijn we ook nog langs de dierenarts gegaan om te kijken of alles goed met haar was. En dat is allemaal goed gekomen. En we hebben haar toen Sipi genoemd. Sipi is een naam vanuit het Fries. Want sommige websites geven aan dat het ook overwinning kan betekenen. En dat vond ik ook wel een gepaste naam gezien de situatie waar ik in Sipi heb gevonden. Nou, Sipi is dus een boerderijkat. Ik denk dat het Europees korthaar het ras is waar je haar onder mag scharen. En nou, we hebben Sipi ook laten steriliseren zodat we niet iedere keer met Nessie Kitten zitten. Sipi heeft de eigenaardige eigenschap dat haar oortjes in de zon verbranden. Dus daar moet ik af en toe wel eens wat insmeren. Dat heeft een hele lichte huid waar geen pigment of weinig pigment in zit en dat verbrandt dan. Nou, ik behandel Sipi natuurlijk regelmatig tegen vlooien en teken. Dat moet ik eerder als weer doen. Nou, ik heb hier een heel doosje met middeltjes voor de poes, er zit van alles in, wormenmiddel, vlooien, teken, spot on. Dat moeten we altijd even met z'n tweeën doen, dus ze voelt gewoon aan. Als we een plekje vrij gaan maken, dan weet ze, oh, dan komt die spot on weer, dan vindt ze dus niks. En ik heb hierin ook de tekenpincet in zitten. Ondanks dat ik haar dus behandel voor teken, heb ze het af en toe een. Even laten zien. Kijk, dit is zo'n tekenpincet. Je kan hem dan met één hand gebruiken. Er zitten hier van die steuntjes op waar je je vingers achter kan haken. Hier kun je dan drukken. En dan gaat hij dus open en dicht. Nou, stel je voor dat mijn vinger de teek is. Dus je pakt dan die teek. En de bedoeling is dat je dan rond gaat draaien. Ik laat even los. Dus je draait rond met die teek erin. En zo draai je die teek eraf. Dus je trekt niet.
Maar je pakt die teek, dat die ertussen zit, en dan draai je. En dan pluk je hem eraf. Dan krijg je die teek ook in zijn geheel van de kat af. Je moet dus blijven draaien, anders kan die kop van die teek in de kat blijven zitten. In de huid, en dan krijgt de kat daar ook een ontsteking. Sipi wil nu heel graag naar buiten. Die is de hele nacht al binnen geweest. Ze is trouwens ook lekker aan het verharen, dus we moeten er ook regelmatig borstelen. Dus ik ga dus ook lekker naar buiten doen. Sipi is ook een YouTube star, want die staat al met een dansfilm op een andere kanaal waar ik mijn dansen en mijn muziek op publiceer. Dan ben ik mijn oefeningen aan het doen in de ochtend en dan komt ze gezellig bij me. Dus aan het eind van het filmpje zul ik een paar stukjes zien van hoe zij zich erin mengt als ik met dansen bezig ben. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om iets meer over Sipi te weten te komen. Nou, ik ga Sipi nu naar buiten doen. Dan kan ze weer lekker achter de muisjes aan en allerlei avonturen beleven. Nou, daar gaat ze. Ondanks dat ik Sipi behandeld heb tegen vlooien en teken, zit er af en toe toch een teken op haar. En soms zie je de teek op de poes zelf zitten, of op de hond als je hond hebt. Maar soms vind je dus ook zo'n bolletje. Dus dit is zo'n vieze, volgezogen, dikke teek. Nou, als je zoiets vindt, dan moet je hem ook kapot maken. Ik gooi hem dan buiten neer en dan maak ik hem stuk met mijn klomp. Want zo'n beest zit vol met eitjes. Het eerste wat hij gaat doen is naar buiten en dan een plekje zoeken en dan gaat hij de eitjes in de grond stoppen. En dan heb je weer een heleboel meer teken. Sipi een dag op avontuur geweest is, muisjes vangen. En dan komt ze, op een gegeven moment komt ze weer binnen. En dan klimt ze vaak een poosje bij mij op schoot. En dan op een gegeven moment is het op schoot weer zat. En dit is dan Sipi's slaapkamertje. En hier legt ze dan een soort van in coma. Bovenop de wasmand heb ze een soort holletje. Er zit een tafeltje over de wasmand heen. Ik kan me iets naar achter doen, dan kunnen jullie dat zien. Kijk. En dan is ze heerlijk verstopt. Ligt ze daar te slapen. En ze heeft ook een naambordje. Heb ik voor haar geschilderd. En een poesje erop. Nou, zo eindigen we dan de dag. Na een dag dierverzorging in de tuin. Begin ik met de poes. En eindig ik het ook weer met Sipi. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Tot ziens.